Welkom terug en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe review hier bij Bier met Menno. We gaan weer een bier reviewen, of ik ga weer een bier reviewen natuurlijk. Ik heb al sowieso één bier van deze brouwerij op mijn kanaal staan. Die kan je hier beneden checken. Vloembier uit, ik wou zeggen Groningen, maar het is natuurlijk Appingedam. Het is volgens mij een nieuwe Escaping the Scene, een dubbel India Pale Ale. Kijk, check it. 440 milliliter. En hij komt met een alcoholpercentage van 8%. Hop zijn Mosaïek en Nelson Sauvignon. En de ingrediënten zijn als volgt. Water, barley, wheat, oats, hops, yeast, wasser, gersten, mals en wijzen en haver. Ik vind een bier tot nu toe gewoon goed. Gewoon goed. Dit wordt mijn derde bier wat ik van hun ga drinken. Voor mij mijn tweede wat ik van hun ga reviewen. Ik weet het niet meer zeker. Hè? De reviews gaan soms hard en soms, ja, ze gaan gewoon hard. Hè? Escaping the Scene van Vloembier uit Appingedam. Maar dat heb ik al gezegd. Dus het wordt tijd om een glas bij te pakken. Ik heb wel zin in een Double Dry Hop India Pale Ale. En ik ben benieuwd. Ik hoop dat deze net zo gaat smaken als de andere die ik heb gedronken van Vloembier. Maar dan zal het wel allemaal goed komen, denk ik. Licht geel schenkt die in het glas. Hartstikke idee. En we gaan hem natuurlijk neerzetten. Aan de voorkant, of course. En we gaan eerst naar de kleur natuurlijk. Kleur van het bier. Het is hier een beetje donker, maar ik zie hem als geel. Een hees erin. Schuimkraag. Kleine schuimkraag. Eén vingertje, klein vingertje. Mooie witte schuimkraag. En daar kan ik voor de rest niks meer over zeggen. We gaan gewoon We gaan even kijken wat hij in de neus doet natuurlijk. Hij krijgt trouwens op Untappd een 4,9, zag ik. Grapefruit. Citrus ruik ik er ook wel in. Ook wel een beetje mango. Mango tonen. Het nodigt in ieder geval uit. En dat ga ik maar een slok nemen. Hè. Ik zeg proost. Romer, zeker romer, vol van smaak, beetje mango, komt ook wel in de smaak naar terug, wat ik ook al zei in de geur. Dennig, ook wel iets dennigs hebt hij in de smaak, wat ik door het dry hopped India Pale Ale, wat je ook wel een beetje soms kan verwachten bij die bieren. Dit is echt wel een mooi bier om lekker in het zonnetje te drinken. Lekker in je tuin. Ik heb geen tuin, ik heb geen balkon, dus ik moet het hier in mijn huiskamer drinken. Ook niet erg natuurlijk. Bloemig. Ook een beetje druivigachtig. Druivig. Witte druiven? Ja, voor mij wel. En hij is 8%. En ik ga hem ook nog een cijfer geven. Natuurlijk, want dat verwachten jullie natuurlijk, hè? Of niet? Deze krijgt gewoon een dikke 8. Net zoals het alcoholpercentage 8. Ik kan hiervan genieten. En ik ga er zeker van genieten op deze vrijdagavond. Als ik deze upload, is het waarschijnlijk een uur of twee geleden dat ik deze review heb opgenomen. Dat is ook een keer leuk om te weten, hè? Ja, soms heb ik geen tijd om te reviewen. En soms wel. Toch, zo, het moet een hobby blijven. En dat blijft het ook. En af en toe iets meer reviews op mijn kanaal. En soms een week niks of één. En soms heb ik er twee of misschien wel drie met een livestream. Zeg maar twee en dan één livestream. Ja, een 8 voor Vloembier Escaping the Scene. Ik laat even weten of jullie dit bier hebben gedronken. En wat jullie ervan vonden uiteraard. Social media, je kent het verhaaltje. Beneden hier in de beschrijvingbox. En dan zie ik jullie bij de volgende review hier bij Bier met Menno. Ik zou zeggen,
Proost.